Mijn naam is Stefan de Horst, Microsoft 365-specialist bij de Rolgroep. Windows 11 is gelanceerd, en dit zijn 7 tips en tricks die jou een quick start geven voor Windows 11. Tip 1: Het startmenu is volledig veranderd in Windows 11. De grootste verandering is de integratie van aanbevolen. Binnen dit item zie je de laatst geopende bestanden en apps terug, zodat je snel weer verder kunt gaan met je werkzaamheden. Als je op je bureaublad bent en op elk ander gewenst venster, Kun je op de Windows Stadtoets klikken? Op het moment dat het stadvenster opent, zie je een nieuw kopje onderaan Aanbevolen. Dit kopje laat een recent geopende apps zien en laatst geopende bestanden, zodat je snel weer verder kunt gaan met je werkzaamheden. Tip 2. Het beeldscherm verdelen. Schermen worden steeds groter. En binnen Windows 11 is het mogelijk je beeldscherm virtueel te verdelen, zodat je meerdere apps naast elkaar kunt draaien. Het verdelen is heel makkelijk. Gebruik hiervoor Windows toets Z en kies voor een van de mogelijke opties. Of ga op de maximaliseerknop knop staan, dan verschijnt hetzelfde menu. Ik heb hier een webbrowservenster openstaan en deze wil ik opknippen. Ik ga op de maximaliseer toets staan en hier krijg ik. De beschikbare opties om het scherm onder te verdelen. Als ik één optie aanklik, dan gaat mijn browser-tab naar links en zie ik de andere openstaande vensters. In dit geval wil ik het Word-document openen om aantekeningen te kunnen maken. Tip 3: Het menu met snelle instellingen in Windows 11 is versimpeld, zodat jij makkelijker de meest gebruikte instellingen voor je computer kunt aanpassen. Je opent het menu met snelle instellingen zo. Gebruik Windows-toets A of klik op het WiFi-tijd- en batterij-icoon als je een laptop gebruikt. Het menu snelle instellingen verschijnt. Hier kun je makkelijk je Bluetooth aan en uitzetten, je helderheid van het scherm hoog of laag zetten of je kunt je geluid harder of zachter zetten. Daarnaast is het mogelijk om je wifi-instellingen snel aan te passen door het menu met SSID's te openen. Tip 4. Het notificatiecentrum in Windows 11 is meer geïntegreerd, waardoor je snelle notificaties ziet. Notificaties open je in een handomdraai door Windows-toets N of door op de tijd te klikken. Zodra je op de tijd hebt geklikt, Open het kalenderoverzicht met daarboven de meldingen die voor jou klaarstaan. Daarnaast kun je snel de meldingen via het concentratiehulp aanpassen. Tip 5. Gebruik jij vaak de kopiëren plakfunctie binnen Windows, oftewel de sneltoetsen CtrlC en CtrlV, dan is het in Windows 11 mogelijk om meerdere items te kopiëren en te plakken. Dat gaat zo. Ik heb hier een Word document en aan de linkerkant een nieuwsitem openstaan. Ik wil de titel kopiëren, maar straks ook al de eerste zinnen van het artikel wat eronder staat. Dus in dit geval kopieer ik de titel, druk ik op ctrl-c en ik kopieer de zin die ik wil hebben, druk ik ook op ctrl-c. Vervolgens gebruik ik de toets Windows toets V om uiteindelijk de items te kunnen plakken. Je ziet hier... De tekst die ik gekopieerd heb met daaronder de titel die ik gekopieerd heb. Klik een van de items aan en dit wordt vervolgens geplakt in je venster in Word. Tip 6. Windows knipprogramma is vernieuwd. De tool om screenshots mee te maken, heeft extra functionaliteiten gekregen. Je opent het venster door op de windows toets te klikken. En je kunt die direct gaan typen en zoeken naar knip. Als je knip invoert, krijg je het programma ervoor. Open het programma en je krijgt het menu met instellingen ervoor. Je kunt kiezen tussen verschillende modus om een schermafbeelding te maken. In dit geval rechthoekige modus of kies voor het maken van een volledige schermopname door op venstermodus of volledige schermmodus te klikken. In dit geval wil ik mijn hele scherm opnemen. Ik klik op modus volledig scherm. En ik klik vervolgens op nieuw. Waarna de schermopname wordt gemaakt van de onderliggende applicaties, in dit geval het browservenster en mijn Word document. De schermafbeelding is vastgelegd. En deze kun je ook weer opslaan door rechtsboven op de opslagdisketten te klikken. Tip 7 Steeds meer gebruikers maken gebruik van een donker thema. Hierbij worden lichte tinten vervangen voor zwarte accenten. Dat is minder fel aan je ogen, waardoor je rustiger kunt werken. Het grootste voordeel van het instellen van een donker thema is dat websites die hiervoor geoptimaliseerd zijn automatisch donker worden weergegeven. Ook de nieuwe versie van Microsoft 365 Office is hiervoor geoptimaliseerd. Hoe schakel je het donkere thema in? Klik met je rechtermuisknop op de Windows-knop en kies voor instellingen. In het instellingenvenster kies voor persoonlijke instellingen en kies vervolgens voor kleuren. Onder het kopje kleuren. Zie je bovenaan kiesmode staan? Deze staat standaard op licht, maar is door jou te wijzigen in donker en aangepast, waarmee je zelf een thema kunt samenstellen. In dit geval kies ik voor donker en automatisch wordt mijn thema omgezet naar het donker thema van Microsoft en alle lichte tinten vervangen voor donkere tinten. Dit waren. De 7 tips en tricks die jou een quick start geven in Windows 11. Succes!